Dat heeft geklonken met dank aan de wethouder voor het lossen van het stemkop. Fietsen hartstikke goed in de motocross zou ik veel minder interessant hebben gevonden. Dat mag ik natuurlijk niet zeggen voor de motocross liefhebbers, maar laat ik daar reëel zijn. Je kan het beter met fietsen hebben, dat is groen en schoon. En denk ik voor heel veel mensen genieten van toch het mooiste keer Teleur, wat veel mensen niet kennen. Ook u als gemeente, vertegenwoordiger van de gemeente Teleur verleent de medewerking aan dit geweldige evenement deze 2 dagen offroad. Ja, dat deden we al een paar jaar. De stichting is al wat langer bezig. Ze hebben dit jaar ook voor het eerste stukje subsidie gekregen. Dat hebben we expres gedaan, omdat dit toch een evenement is wat het wielrennen op de kaart zet. Laten we daar ook reëel zijn, wielrennen is in West-Brabant toch een hot item. In West-Brabant zijn we ook bezig van hoe kunnen we het wielrennen op een steeds hoger niveau brengen. Kijk wat er gebeurt met de veldrit vaak in Hoge Heide, Rukven, maar ook wat hier gebeurt. En we hebben een prachtige profwielerronde in Etten-Leur. Ik denk hartstikke bekend in Nederland. De enige die nog echt gratis is voor het publiek. Wat wil je nog meer? En daar komen ook de grote sterren. Maar dan is dit ook weer een ander soort evenement. En ook leuk om daar aandacht voor te krijgen. En als het gaat lukken om in de komende jaren hier nog meer goede renners naartoe te krijgen. En ook het publiek hierheen te trekken. Dan denk ik dat we weer een prachtig sportevenement bij hebben. En dat zou ik heel erg mooi vinden. Prachtige woorden van de wethouder. Wij gaan beginnen met de officiële ceremonie protocolair van de recreanten. De grote prijs dominopizza.nl. Op een schitterende 3e plaats geef een geweldig applaus. Komt uit de Raamsdonksfeer Dennis de Vos. We gaan naar een hele mooie 2e plaats uit Dongen, René Snoeren. En helemaal op de hoogste treden van de heren podium mag hier plaats gaan nemen. Uit Breda geef een geweldig applaus. Marcel de Laat van Wielvereniging Breda, Packaging Partners, neemt hij op de hoogste treden plaats. Ondertussen want de ronde mis. Dina gaat de prachtige Etten-Leurse specialiteiten uitreiken. Aan allereerste nummer 3 aan Dennis de Vos. Ook de welverdiende kussen. Krijgt de bronzen medaille uitgereikt. We gaan naar het zilver. Voor het zilver gaan we naar Dongen. Naar René Snoeren. En de gelukkige winnaar van vandaag hier in de grote prijs, dominospizzas.nl. Hij staat op de hoogste treden van het erepodium, Marcel de Laat. Die krijgt ze dadelijk uiteraard ook niet alleen het aandenken met de specialiteit in Etten-Leur. En de gouden medaille. Ook de felicitaties van onze wethouder. Meneer Dizardin, die gaat de nummers 1, 2 en 3 even feliciteren met hun prachtige prestatie. Dankjewel. Kijk eens hier. Mooie woorden van de renners naar de wethouder toe als het gaat om het prachtige parcours. We gaan een geweldig applaus laten horen en hier staan ze dus op het podium. Met de nummers 1, 2 en 3. Hiervan mag ook op de hoogste treden van het erepodium plaats gaan nemen. Even kijken of... Nina, onze Samantha Rondemis, nog even kan assisteren. Kijk eens hier. De envelop met de speciale inhoud. Wethouder, u krijgt ook even de gelegenheid om Iva te feliciteren. Ook gefeliciteerd. Het is natuurlijk jammer als je zo weinig vrouwelijke weerstand hebt. Maar dan toch tussen de mannen gewoon je kader staande houden en dan toch hier staan. Dat vind ik toch een compliment waard. Hartstikke gefeliciteerd. Ze heeft al mannetje gestaan zoals dat heet. Hier staat ze op het podium. Hiervan geluk. Een prachtige winnares bij de vrouwen ook op de gevoelige platen vastgelegd. En ook worldwide.